kijk nu naar een Scrum instructievideo. Ik neem diverse praktijksituaties met je door aan de hand van belevenissen van Koos Coach. Koos Coach is een Scrum Master bij een fictief bedrijf. We filmden hem tijdens een van zijn retrospectives. Laten we eens kijken hoe Koos het aanpakt. In het eerste shot zien we Koos Coach en de teamleden Wolmoed en Dave. Waar is de rest van het team? Te druk met F-werk. Is ook lastig, hè? Zo vlak voor de release datum. Dat was Koos. Wat zagen we net? We zien een vergaderruimte, we zien een Scrum Master en een aantal teamleden. En de Scrum Master vraagt waar de rest van het team is. Blijkbaar zijn teamleden nog te druk met werk, omdat er een release opgeleverd moet worden. Deze begripvolheid van de Scrum Master is niet oké. Dat begrijpen jullie. De retro is een meeting waar iedereen van het team bij aanwezig moet zijn aan het einde van de sprint. Maar ja, het werk is nog niet af. Het feit dat het werk nog niet af is, is een belangrijk startpunt voor een goede retrospectief. Waarom is het werk nog niet af? Is er een probleem met de planning? Is er een probleem met de refinement? We moeten dat in elk geval onderzoeken en dat verbeteren om te zorgen dat het de volgende keer niet weer gebeurt. Maar doorgaan met het werk en de retro overslaan, nou, daarmee bewijst het team eigenlijk dat ze het concept van de continue verbetering nog niet doorhebben. Misschien is het je niet opgevallen, maar Koos heeft geen duidelijke agenda gedeeld voor de meeting. Ondanks het feit dat de retrospective volgens een vast stramien verloopt, is het toch heel zinvol om een agenda voor te bereiden en hem in ieder geval te delen met de deelnemers. Het helpt jou om op koers te blijven en het schept duidelijkheid over het doel en de verwachtingen die je hebt bij de uitkomst van de meeting. Ja, en dan die Dave, die programmeur. Hem maar doorwerken tijdens de retro. Het doorwerken tijdens de retrospective beïnvloedt het resultaat van de retro in negatieve zin. Het is niet goed voor de andere teamleden en voor het vertrouwen wat er moet zijn om samen een goede oplossing te zoeken. Het is echt iets wat je moet adresseren. En het kan heel lastig zijn. Ja, natuurlijk. Maar het vak van Scrum Master is gewoon lastig. Dus hoe zou Koos dit aan kunnen pakken? Koos zou eens kunnen vragen, Dave, ik zie dat je nog steeds druk aan het werk bent. Het is jammer, want het zou goed zijn als je met je volle aandacht bij de retrospective kan zijn om op zoek te gaan naar verbeteringen. Een techniek om dit te tackelen, en ook om het gedrag van Dave bespreekbaar te maken, is bijvoorbeeld de ESVP-techniek. Misschien van gehoord, het is een middeltje. En dat gaat over vier soorten personages of manieren waarop je in een meeting kan zitten. Je kan een explorer zijn, je kan een shopper zijn, een vacationer of een prisoner. Je tekent hetzelfde plaatjes het liefst. Je legt het even uit. Hè. De explorer, dat is iemand die in een meeting gewoon allemaal nieuwe dingen wil leren en eager is en het allemaal graag wil ontdekken. En de shopper is wat selectiever, men pakt zo nu en dan, als er wat leuks bij zit, dan is het mooi meegenomen. De vacationer is blij dat hij even van zijn bureau weg is en even rust, zeg. Potverdorie, heerlijk. Even weg van het werk. De prisoner die zit gevangen en die wil zo snel mogelijk uit deze vergadering. Hij wil er eigenlijk helemaal niet zijn. Het is goed om elk van de aanwezigen uit te nodigen om aan te geven waar ze zichzelf zien. En daarna de vervolgvraag te stellen. En wat denk je dat het gevolg van deze houding waarmee je in de meeting zit, wat het gevolg daarvan is voor het resultaat van de meeting? Meestal is dat genoeg om de aandacht te krijgen. Wat ook goed is om te onthouden, is dat er eigenlijk ook een negatief effect is op de transparantie. De sprint review is al geweest. We zijn in de sprint retro en er wordt nog heel hard gewerkt. Dus wat is nou dan? We gaan even terug naar Koos. Ja, we bekijken het filmpje nog een keer vanaf het begin. En ik laat hem een stukje verder doorlopen. Even zien wat er daar gebeurt. Waar is de rest van het team? Te druk met F-werk. Is ook lastig, hè? Zo vlak voor de release datum. Hey, Habeshak, can you say something? Goed, retro time! Oké, nou wat zagen we net? Koos betrekt het remote teamlid, Habeshak, door hem aan te spreken. Hij stelt hem een vraag, maar wacht niet op antwoord. Hij behandelt de teamlid niet respectvol. Dat is serieus, dat mag niet, hè.
De Scrum Master hoort een goede voorbeeld te geven en wat Cozy hier doet, dat kan niet. Het gevolg hiervan is dat Abhishek zich niet betrokken zal voelen bij het team en ook zeker niet bij deze meeting. We merken dat er een enorme vertraging zit in de communicatie door de verbinding. Het werken met remote teamleden wordt vaak onderschat. Het is echt ingewikkeld. Het voeren van een normaal gesprek met een flinke vertraging op de lijn vereist veel oefening en geduld. Realiseer je dat iedereen in een team echt doordrongen moet zijn van het besef dat een remote teamlid alles vertraagd meemaakt. Het is bij een normale discussie voor zo'n deelnemer op afstand zo goed als onmogelijk om een interactieve bijdrage te leveren. Het gevolg daarvan is dat de mensen die samen in de vergaderruimte zitten vaak vinden dat de mensen aan de andere kant van de lijn passief zijn. De retro is een rustmoment waarop we gaan kijken wat we gaan veranderen. Are we all on the same page? Wat zegt Koos over de retro? Hij legt uit, we gaan kijken wat we gaan veranderen. Nou, in principe klopt het wel wat hij zegt, maar hij brengt het alsof het veranderen een doel op zich is. En dat is niet zo. Het doel van de Sprint Retrospective is dat het Scrum team zichzelf inspecteert op basis van haar bevindingen een plan maakt voor mogelijke verbeteringen. De retorische vraag of we het allemaal begrepen hebben, had hij beter achterwege kunnen laten, denk ik. Niet zo respectvol. Regardless of what we discover, we truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time. Their skills and abilities, the resources available, and the situation at hand. Mooi. De Engelse tekst die Koos citeert, of reciteert eigenlijk, staat bekend onder de naam The Prime Directive. Het doel van het uitspreken van de tekst is dat de juiste toon wordt gezet voor het openlijk en veilig communiceren in een retrospectief. Ik heb het zelf wel eens gebruikt, maar het voelt voor mij een beetje te veel als een soort gebed. Het ligt mij niet zo, dus ik doe het niet meer. Maar goed, Koos Coach doet het wel. En ja, hij overdrijft nogal, vind ik, met zijn dingetje. Want hij zet het echt in als een meditatief gebed en wil heel veel gewicht meegeven. Door de overdreven aanpak zie je dat het team afhaakt en hij mist gewoon zijn doel. Hij wilde een veilige situatie creëren en ja, dat is niet gelukt. Merk ook de reactie van Wolmoed op, die met haar ogen draait van, oh nee, we gaan weer. Ja, dat gaat het niet worden, Koos. Jammer ook dat je de tekst van de Prime Directive dan ook nog niet echt uit je hoofd kent. Hè? Maar goed, even terug naar het filmpje. Nou, dan kunnen we beginnen. Ik zet even een timer, dan blijven we in de timebox. Koos zet een timebox. Heel goed, Koos. Lijkt me een goed plan. Scrum zit boordevol met timeboxes. Het zijn allemaal timeboxes. Nou, dus voor elke meeting en wat je binnen de meeting doet een timebox zetten, is op zich een uitstekend idee. Alle events hebben een voorgeschreven maximale tijdsduur, maximaal. Als het korter duurt, prima, maar langer mag niet. De achterliggende gedachte is gebaseerd op de wet van Parkinson. En die stelt dat de hoeveelheid werk zich automatisch aanpast aan de beschikbare tijd. Denk er maar eens over na. Dat is ook echt zo. Dus een timebox creëert focus voor het halen van een bepaald doel binnen een bepaald tijdsbestek. Dus het zorgt ervoor dat we onze tijd optimaal gebruiken. En lukt het nou eens niet om binnen die tijdslimiet te blijven, hè, dan kunnen we in elk geval onderzoeken waar het dan aan ligt. Coach Coach weet alleen dat hij een timer moet zetten om in de timebox te blijven. Hij kent de regels, maar hij snapt niet waarom. Oké, dat was hem. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 1. Tips voor Scrum Masters. Ja, ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En laat even hieronder wat opmerkingen achter, als je wil. Dan kan ik mezelf ook verbeteren in hoe ik dit doe. Ik hoop dat je het leuk vond. En nu met andere ogen naar Coach Coach kijkt. En met andere ogen ook naar jezelf, als je weer gewoon aan het werk bent. En voor een team staat in een lastige situatie. Oké? Nog even dit. Ben je niet bekend met Scrum, maar wil je er meer van weten en wil je leren? Nou, op 6 en 7 december geef ik een Scrum Foundation training in Utrecht. Daar kan je voor inschrijven. Werk je al met Scrum,
En wil je je Scrum Master diploma halen, dan kan je op 22 en 23 november de Professional Scrum Master 1 training volgen, ook in Utrecht. Op 16 en 17 december de Professional Scrum Master 2 training. Dat is een nieuwe training van Scrum.org. Die gaan we ook in Utrecht organiseren. En dat is voor gevorderden die al het PSM 1 diploma hebben. Ga naar www.agilex.nl, dat staat ook hier in beeld, en schrijf je in. Dan kan je les van me krijgen. Hartstikke bedankt voor de aandacht en tot ziens en tot de volgende keer.